hoor haar eens een snoerje te sloppen, om zo in de gevangenis te stoppen. Voor het meest opzienbarend schandaal, poging tot gruwelijke moord op de taal. Auw! Auw, hemel, wat een gekrijs. Je hoort niet of het een mens of wel een beest is. En dat beweert dat ze op school geweest is. Kiest u wel het juiste voorbeeld? Niet soms, luistert u maar eens om u heen. Hoor ze daar op zo, Square, alles klinkt daar ordinair. Daar wordt onze taal pas goed verkracht. Ging u op school, mijn beste man? Dus zeker wel, wat docht u dan? En leert u daar docht in plaats van nacht? Neem een man uit Yorkshire dan. Als u het hoort, u schrikt ervan. Onbeheerste klanken zonder meer. Een walgelijke woordenkeus. En neem haar nou. Oh, mijn neus. Mijn neus. Ik vraag u, meneer, wat betekent dat nu weer? Die vuile jurk maakt haar niet ordinair. Maar wel dat onwelvoegelijke geblèr. Is hier nu iemand die zijn taal behoorlijk spreekt? Al die dialecten is beslist iets wat zich breekt. Als u sprak als dit meisje, dus met zo'n grof accent, dan was u maar een ordinaire vent. Overdrijft u niet? Iedere groepering heeft zijn uitspraak en zijn dictie. In Engeland één taal voor allemaal, dat is een fictie. Is hier nu iemand die zijn woord fatsoenlijk doet? O, wie treedt naar voren? Bij wie? Moeten alle volken die het Engels zo misbruiken straks weer in de leer? In Schotland doen mijn oren gewoon zeer. En als ik in Ierland een ier hoor, dan huil ik ongeveer. De Amerikanen leren het nooit, meneer. Is hier nog niemand die zijn taal behoorlijk spreekt? De Nooren spreken Noors, waar je je tong haast overbreekt. De Russen spreken Russisch en de Lappen spreken Laps. De Fransen zeggen alles keurig, zeggen ze. Maar wat ze doen is treurig, zeggen ze. Arabisch in Arabië, hun klanken zijn onspelbaar. Hebreeuws leest men van achteren naar voren, onvoorstelbaar. Ik vind ook dat een Engelsman zijn taal beheersen moet. O, is hier nu niemand? Is hier nu niemand die